hebben het bloemen vandaag op een flat bij Peter. Ja, die wil ook een kleurige flat hebben, hè? Dus eens even kijken. Zo, Peter. Hier ben ik dan, hè? Ja. Kleuren met bloemen heet het. Je hebt niet zoveel bloemen, hè? Nee, heel weinig. Heel weinig? Helemaal niks. Helemaal niks, nee. Nou, daar moet ik dan eens voor zorgen. Ik ga aan de gang en ik heb ook nog een paar potplanten voor je. Dat is heel Vind je het leuk? Ja, tuurlijk. Want die heb je wel wat staan, maar ook niet veel, hè? Nee, dat is heel weinig. Woon hier pas, hè? Hey. Oh, je woont hier pas? Sinds oktober. Sinds oktober. Nou, dan is het goed dat ik er ben. Ik ga meteen beginnen. Heel speciaal vaasje voor deze anthuriums. En wat met anthuriums zo mooi is als snijbloem, ze blijven ongelooflijk lang goed. Je moet wel in de gaten houden dat er voldoende water bij blijft, maar soms blijven ze wel 6 tot 8 weken goed. Nou, dat voor snijbloem. Deze heb ik gecombineerd met hypericum. Nou, toch een prachtig boeket, hè? Die bessen en dan die prachtige bloemen. Dit zijn hele grote, die heb je in verschillende kleuren. Eens een bloemenzaak aan een bloemstuk. Kan je ook op een andere manier verwerken. Kijk, ik heb hier glazen en dat is eigenlijk 3 in 1. Dat werk zo. Dus een kleintje, dan nog eentje. En eigenlijk wil ik 3 dezelfde hebben, vandaar dat ik 3 doosjes heb meegenomen. Ik wil allemaal dezelfde maat hebben, deze. En dan zet ik ook die anthuriums in, dus ik pak de grootste eruit. Maar je kan ze ook alle 3 gewoon gebruiken, precies wat je zelf wil. Voor plantjes en voor bloemen. Even precies neer. Nou, dit is niet zo ingewikkeld, hoor. Er zijn wel mensen heel erg ingewikkeld bezig geweest. 300 mensen. Dat waren amateurs, dat waren semi-profs en studenten. Die hebben prachtige arrangementen gemaakt, want dat was de Nederlandse kampioenschappen Bloemschikken. Die is voor de 50ste keer georganiseerd door Groei en Bloei. En ze zijn nog te bewonderen. Dan moet je naar Luttelgeest, naar de Orchideehoeve. Daar staan al die arrangementen. Het kan vandaag en morgen. I can't stop shaking. Peter die werd verrast door zijn vrouw, die wilde dat hij in de bloemetjes gezet werd. Nou, dat kan natuurlijk. Dan ga ik nog verder, want ik ga ook bloeiende kamerplanten neerzetten. Deze zijn uit de Royal Family. Dit is Alexia Jade. Dat is een hele mooie kleur. Betekent ook weer dat hij al die eigenschappen heeft. Elke keer als je blad maakt, maakt hij ook een bloem. En ik heb hier Prince of Orange. Daar ga ik ook nog een bak mee vullen. Een heel bijzonder cyclaampje. En dan moet je ook goed lezen, er staat namelijk Miniwella op. Die Miniwella, dat is een speciaal cyclaampje die is gekweekt voor de huiskamer. Die kan tegen die droge lucht, zelfs bij verwarming. Je moet hem natuurlijk wel water geven en dat doe je altijd op het kluitje. Ik heb het zelfs geprobeerd om ze buiten in de tuin te hebben en dan deed hij het ook weken. Maar binnen in de huiskamer, die droge lucht, kan hij zo tegen. Nou Peter, ik heb je echt in de bloemen gezet, hè? Het is een cadeautje van je vrouw. Die wilde jou verrassen, want eigenlijk zit je ziek thuis. En ze zegt, hij zit alleen thuis en ik werk. Ik wil dat hij in de bloemen terechtkomt. Ben je een beetje blij? Ik ben hartstikke blij. Ik heb er extra planten bij gezet. Ja, het is keurig. Kijk, en dat hoort zo, hè. Wil je nou ook dat ik bij je langskomt om je leven te kleuren met bloemen? Moet je even reageren via Facebook of onze internetsite. En misschien kom ik langs. Terug naar de tuin in Nieuw-Vennep. Daar wordt de laatste...